We zijn in Middenmeer, waar Mondzorg Middenmeer gevestigd is. Ja, sinds mei 2014 zitten we in dit nieuwe pand. Hier bieden we aan algehele tandheelkunde, maar ook implantologie, orthodontie, mondhygiëne, prothetiek, dus van alles. We hebben een hele gemêleerde praktijk met jonge en oude patiënten. En dat zijn ongeveer zo'n 4.500. De praktijk die is opgeleverd eind april 2014, na een bouwperiode van 9 maanden. En daar vooraf ging er nog een voorbereidingstijd van 1,5 jaar. Dus we zijn al even bezig met de ontwikkeling van deze praktijk. En nu heel gelukkig dat we er eindelijk zitten. We hebben gekozen voor de bouw van een geheel nieuw pand, omdat we zaten hiervoor in een rijtjeshuis met de behandelkamer in de woonkamer. Een van de slaapkamers boven was de wachtruimte. Ja, daar konden we de aankomende 30 jaar niet meer vooruit. Vandaar een heel nieuw pand. Helemaal ecologisch, gericht op de toekomst. Dus ja, hier kunnen we oud worden. Het gebouw is ontworpen door Daan Brugging. Zijn bouwstijl is vooral te herkennen aan dat hij ecologisch bouwt. Dat betekent duurzame materialen, maar ook de vormgeving van het pand. Zuidzijde open, noordzijde gesloten, waardoor je de koude kant dus ja, dicht hebt, geen warmteverlies. Zuidzijde open, dan vang je daar het licht wel weer en dus de warmte naar binnen. Daarnaast is het ook zo dat Daan had nog nooit een tandartspraktijk ontworpen. En het pand is dus ook vooral ontworpen vanuit zijn patiënt zijn. Dus hoe beleeft de patiënt nou dit pand? Gijs die heeft de routing in de gaten gehouden voor de tandheelkundige aspect en het team wat hier werkt. En Daan die heeft echt zijn hand erin gelegd van goh, wat is fijn als patiënt? Hoe ervaar je zo'n pand? De beleving van de patiënt staat bij ons hoog in het vaandel. Waardoor uiteindelijk dat team weer makkelijker kan werken als die beleving natuurlijk goed is. Nou ja, vooral de routing, dat is echt een tandheelkundig aspect waar we heel veel rekening mee hebben gehouden. Routing is heel belangrijk in de praktijk. Dat het efficiënt loopt voor zowel de patiënten, maar ook voor het werkende personeel. En dat je ook vanuit veel ruimtes, andere ruimtes kan bekijken, zonder dat dat de privacy van de patiënt schendt. Het is ecologisch gebouwd. Van buiten kan je dat goed zien omdat we een natuurdak hebben, een groene schil. En door die groene schil is eigenlijk een bruine worm geschoven. En die bruine worm is dan hier binnen weer te herkennen aan de houten gevelbekleding. In die houten worm, daar zitten dan de behandelruimtes in. Ook de open GRSP is daarin gesitueerd. En die houten gevelbekleding loopt van binnen ook weer naar buiten door. Dus het is voor de patiënt heel erg overzichtelijk hoe het pand is ingedeeld. Binnenin hebben we de patiënt zich meer op zijn gemak proberen te laten zijn door het gebruik van hangarmaturen. Dus alle lichtbronnen zijn hangarmaturen. De enige spot in het pand zit in de wc's. Voor de rest hebben we een hele mooie zichtlijn. Als je het pand binnenkomt kan je dwars door het hele pand kijken. Zie je het behandelteam, transparantie. En voor de kinderen hebben we de diertjes her en der door het pand verstopt. Waar je dan heel gemakkelijk een gesprekje over kan hebben. En dat werkt goed ontspannend bij de kinderen. Ja, van patiënten horen hele enthousiaste. Ze zijn heel enthousiast over het pand. Soms zeggen ze ook, je had hier ook wel willen wonen. Of ze komen een half uurtje eerder om even rustig van het uitzicht te genieten. Nou ja, dat is toch wel een compliment. Dat is hartstikke leuk.